Het is alweer een tijdje geleden dat we nog op bezoek waren bij VK Linde. En ja, vandaag is het zover. Ik heb hier de trainer Jens de Truijer bij mij na de wedstrijd tegen Mazenzelen. Maar ja, we komen nog eerst even terug op de voorgaande wedstrijden. Hoe is Linde aan het seizoen begonnen, Jens? Maar ik denk dat we positief aan het seizoen zijn begonnen. Met een zeer moeilijke uitwedstrijd op Rotselaar. Staan we 1-2 voor tot in de 95e minuut, waar ik nog altijd bij blijf dat de scheidsrechter toch een verkeerde beslissing neemt in de 95e minuut. Wordt het 2-2. Oké, misschien dat we daar op voorhand voor getekend voor een punt op Rotselaar. Maar als je dan de wedstrijdomstandigheden ziet en het verloop ervan, dan hadden we altijd de 3 punten moeten meenemen eigenlijk. Vervolgens, ja, tegen Ter Vuren staan we 3-0 voor met de rust. Was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld, ondanks dat dat ook een sterke tegenstander was. Een ploeg die nog veel punten zal pakken, denk ik. En dan op Hoegaarde pakken we een punt, een goed punt. En tenslotte vandaag pakken we 3 punten tegen Mazenzelen. Dus we pakken 6-6 thuis en dat is voor mij toch het belangrijkste. Ja, vandaag de wedstrijd. Het is wel een zeer bewogen wedstrijd geweest. Ja, het is een bewogen wedstrijd, maar dat nooit niet moet te voorvallen eigenlijk. Als je gaat rusten met 4-1 en eigenlijk de wedstrijd volledig onder controle hebt, voor mij prachtig voetbal speelt in de eerste helft, dat zelf meer dan 4 kunnen zijn en 1 kans weggeeft, dan mag je nooit in de problemen komen. Maar als je na 1 minuut in de tweede helft een doelpunt tegen krijgt, ja, dan geef je terug de hoop aan Mazenzelen. En dan, ja, dan krijgen wij een beetje een paniekreactie. En daar zie je dat we nog met een heel jeugdige helft al aan het spelen zijn. En dat moet beter zijn, werkpunten voor onze jonge mannen, om daar uit te leren en te zorgen dat die wedstrijd zo snel mogelijk dood is. Ja, ik heb Pieter, de trainer van Mazenzelen, is niet meer aanwezig. Ik heb van hem wel vernomen dat de arbitrage vandaag een spelbepalende factor was, want dat er anders ook meer had ingezeten voor zijn team. Wat meer had ingezeten? Kijk, als je 4-1 achter staat met de rust, dan is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Dus meer ingezeten, oké, ik moet ze wel feliciteren voor het feit dat ze weerbaarheid en een goede mentaliteit hebben getoond en toch tot 4-3 terugkwamen. Maar meer ingezet, ik denk niet dat de scheidsrechter bepalend was in deze wedstrijd. We waren in de eerste helft eer en meester. En de tweede helft hebben zij eigenlijk het merendeel van de kansen en hebben we eigenlijk nog schrik om de 4-4 tegen te krijgen. En zoals gezegd, dat zijn leermomenten voor onze jonge spelers eigenlijk om daar in de toekomst beter uit te komen. Ja, ze hebben wel de wedstrijd moeten eindigen met een aantal spelers minder in vergelijking met Linde. Dus ja, stel dat ze, ik weet nu niet of de kaarten terecht waren volgens u, maar ja, stel dat ze met 11 tegen 11 blijven staan, is het sowieso een andere wedstrijd, hè? Dan is het een ander verhaal, maar ik denk dat het een wet in de voetbal is dat het soms moeilijker is tegen een ploeg met 10 te spelen dan met 11, omdat de jongens zich beginnen dubbel te plooien. En die mentaliteit had Mazenzelen in de eerste helft niet. En toen ze met 10 vielen, dan waren ze veel, veel beter en waren ze veel, waren ze dominant eigenlijk. Dus een pluim aan de trainer, hoe dat hij zijn ploeg met de rust heeft opgewekt. En tweede helft, ja, oké, kijk, wij, dat is een werkpunt voor ons eigenlijk als ploeg. Ja, wat waren de positieve punten van uw ploeg en zijn er bepaalde spelers in positieve zin opgevallen vandaag voor deze trainer? Maar ik denk dat ik een pluim moet geven aan het hele elftal, zeker voor hun eerste helft. En dat ik eigenlijk moet niet tevreden zijn met de tweede helft, dat werkpunten zijn. Maar oké, kijk, we scoren elke wedstrijd. We maken elke wedstrijd voldoende doelpunten. En als je doelpunten maakt, dan kun je winnen. En dan mocht je nog 2 of 3 doelpunten tegenkrijgen. Maar oké, we maken er 4 en dan win je die wedstrijd. Ja, en ik denk als we naar het aantal punten kijken van Linde, dat je daar tevreden mee bent als trainer ook. Ja, voor 8 op 12 hadden we zeker getekend. Dat is een prachtige start. Natuurlijk, het moeilijke vijfluik komt er nu aan. We spelen nu volgende week op Wijgmaal. Dat voor mij toch, ondanks de 3 op 12, een titelkandidaat is. Een ploeg die 2 jaar geleden nog in tweede amateur speelt. Dus die toch de nodige ervaring heeft. En dus het zal aan ons zijn om daar een sterk blok te zetten. En zorgen dat we met een punt of met punten naar huis kunnen komen. Afhankelijk van hoe dat de wedstrijdomstandigheden zijn natuurlijk terug. Vraagt die wedstrijd dan een ander gameplan van de trainer als de wedstrijd van vandaag? Benader je zulke wedstrijden die als topwedstrijden hier in de streek worden aanzien anders? En omdat ze meer beladen zijn misschien? Wat anders? Nee, elke wedstrijd is een wedstrijd en elke wedstrijd wordt op dezelfde manier benaderd. Natuurlijk is het zo dat het een derby is en een derby wordt toch altijd anders aanzien door supporters en door spelers. Zeker omdat er ook spelers van Wijgmaal naar hier zijn gekomen. Dus ja, het zal ook een beetje aan mij zijn om de ploeg te temperen en op de juiste manier klaar te stomen. En te zorgen dat we niet te hevig staan natuurlijk, want dat is ook niet altijd zo goed. Dus,
Goed, dan wens ik u te bedanken voor dit interview. En dan ga ik u nu frisse pintjes op de overwinning laten drinken. En alvast heel erg veel succes komende weken. Dankjewel.